eerste waarschuwing is het van Santini. Die hier al bijna scoorde. De eerste bal was dat tussen de palen. Daar hebben we toch wel even moeten op wachten. Een kwartiertje geloof ik. Maar de eerste keer dat KV Kortrijk echt gevaarlijk was. En dan de vrije trap voor Thomas Maton. En de kopbal van Santini. Ondanks het feit dat ze daar met twee man hem proberen af te houden. Knikt de Kroaat hem goed binnen. Nog eens kijken wie daar precies aan zijn truitje gaat hangen. Het is Kools, denk ik. Of Godot vanaf zijn. In ieder geval, hij klikt hem binnen. En dan hier Appau. Met het trapje. Maar echt gevaarlijk kan hij dat niet noemen. Het is wel een bal tussen de palen. Net als die van Schouten. En dan Maton. Hier knap gedaan van Tomasovic. Tussen die twee man in, goed voorgetrokken. En Santini werkt knap af. De 2-0 was een feit. Dit is ook echt wel goed van Chevalier. En Tomasovic die zich goed doorwerkt. Goed werk van Chevalier en Tomasovic. En de afwerking is er van Santini. Dat is een 11e van het seizoen. Nou ja, en Kortrijk ging op hetzelfde elo verder. En dit was een verkeerde inschatting van Schuurmans. Dat moet je Chevalier niet geven. Hij trapt hem binnen. Ja, moeilijk te zien op dit beeld of het buitenspel was of niet. In ieder geval kwam de bal dan uiteindelijk van Schuurmans natuurlijk. Maar als de bal vertrok daarvan in de achterlinie, was het moeilijk te zien of Chevalier buitenspel stond of niet. Zoekt het hoekje daarop. Chevalier nog steeds voortrekken. De bal is buiten. Stijn de Smet is zich aan het opwarmen. Daar is Chevalier. Knap gedaan. En ja, de 3. Of het derde doelpunt liever moet ik zeggen. Want Santini op aangeven van Chevalier. Knap voorbereidend werk van de Fransman. En hij krijgt ook alle lof. Van Santini hoor. Nou, ik zei, het is de avond van Santini aan het worden. Het is hem al eigenlijk. En het is hem nu zeker helemaal. Zijn derde van de avond. Die van Santini. Op een schoteltje aangeleverd door Teddy. En een rustpauze tussen. En hier is Maton. Goed klaargelegd Santini. Kan hij nu het wel afmaken? Jawel. De 4e voor Ivan Santini. Daar is ze dan. Ze zat er een beetje aan te komen natuurlijk. Maar 5-0. Zware cijfers voor Fescijfers. Zijn het nu al. En we moeten nog meer dan een kwartier spelen. Daar gaat hij nu wel. En daar is Maton Chevalier. Jawel. 6-0. Ik zei het. Het wordt min of meer een herhaling van het scenario tegen Oostende. En ik denk dat we van zo'n scenario kunnen spreken. 6-0. De 2e van Teddy Chevalier. Ze gaan er als een scherp mes door de boter. De pletwals is het over een zeer zwak Westerlo. Geen buitenspel. Chevalier kon hier nog meegeven eventueel met Maton, maar hij maakt het zelf af. Dierik maakt er een einde aan. Een klinkende overwinning voor KV Kortrijk. 6-0. Pijnlijke cijfers voor Westerlo. 6-0, keurig verdeeld over de twee helften. 3 in de eerste en 3 in de tweede helft. Westerlo was geen partij voor KV Kortrijk dat zich herpakt na de nederlaag van vorige week tegen Maasland-Beveren. 6-0. KV Kortrijk verstevigt zijn positie.